De vereniging van Surinaamse ex-Korea oorlogsvrijwilligers is aangenaam verrast door de in Suriname wonende Zuid-Koreaanse ondernemer Jiwon Lee. Hij heeft namelijk aangegeven jaarlijks de studiekosten te zullen betalen van 10 behoeftige klein- of achterkleinkinderen van ex-Korea oorlogsveteranen studerend op MULO of universiteitsniveau. Volgens Lee beschikt Zuid-Korea niet over grondstoffen, maar de bevolking heeft door keihard studeren het land kunnen opbouwen tot de huidige positie van 10e exporterend land in de wereld. De ondernemer wil met deze ondersteuning het nageslacht van de bedoelde oudstrijders eveneens die ontwikkelingskansen bieden. Op kort termijn zullen de daarvoor in aanmerking komende klein- of achterkleinkinderen van de ex-Korea-oorlogsveteranen worden opgeroepen om zich te registreren voor de studiehulp. De 4 nog in leven zijnde leden van de Vereniging van Surinaamse ex-Korea oorlogsvrijwilligers, onder wie Fred Russel, hebben op 27 juli uit handen van de ambassadeur van de Republiek Zuid-Korea elk $400 ontvangen. Dit bedrag is afkomstig van Kim Mang-yong uit San Francisco en is geschonken uit dankbaarheid voor de geleverde bijdrage bij de bevrijding van Zuid-Korea.